denk dat ze het niet kiezen omdat het meer een gewoonte was voor jongens dat zij het deden. En doordat er minder informatie vaak is voor meisjes, maar ook denk doordat meisjes vaker andere interesses hebben, denk ik ook wel. Ik geloof dat meisjes voor wetenschap heel geschikt zijn, omdat zij vaak de neiging hebben om iets grondiger te gaan onderzoeken. En dat is precies wat je nodig hebt in de wetenschap. Er is gewoon een verschil tussen mannen en vrouwen. En vrouwen zien weer hele andere dingen en kijken heel anders tegen dingen aan dan mannen dat doen. Dus ik denk dat dat goed is voor de wetenschap en voor de ontwikkeling van de mens, om het maar heel hoogdravend te zeggen. Ik ben niet voor teams met alleen mannen of teams met alleen maar vrouwen, maar meer voor een soort combinatie van factoren. Hallo! Ik vond het vaak wel leuk dat ik van de vrouw moet gaan rondlopen en zelf alles proberen en zo. Ik denk dat het wel leuk is als meer vrouwen in de wetenschap gaan, want zoals al werd gezegd, dan functioneren bedrijven beter. Het vanuit het moment vandaag is best belangrijk voor... Voor de leerlingen merk ik wel, omdat als ik ze spreek, dan weten ze eigenlijk niet zo goed wat ze willen, wat ze leuk vinden. Ze maken hun keuzes voor hun beroep of voor hun studie vaak op basis van wat hun ouders misschien doen, of juist niet wat hun ouders doen en niet wat ze echt leuk vinden, waar ze misschien een feeling voor hebben. Het debat vond ik het leukste, want dan kun je je eigen mening ook geven en dan hoor je ook de mening van anderen. Het is heel moeilijk om na te denken over je toekomst en als ik later moet ik dan met mannen en vrouwen gaan werken. Terwijl het eigenlijk wel belangrijk is dat ze nu over na gaan denken, nu ze nog keuzes kunnen maken. En, dus ik hoop dat deze dag het dichterbij brengt voor ze en het tastbaarder maakt. Mijn advies aan meisjes en aan jongens die in de wetenschap willen gaan is, kies iets wat je echt boeit en kies iets waarvan je denkt dat het niet vandaag interessant is, maar ook morgen. En wat je voortdurend zou uitdagen, dan heb je je leven lang plezier daarvan. Ja, ik heb er wel...